de Meulenweg. Die ligt natuurlijk op meer plaatsen in Midden-Limburg. In Heur hebben ze ook een Meulenweg, maar aan die straat daar liggen maar liefst 2 meules. En één van die 2 had afgelopen weekend een bijzonder jubileum. Afgelopen weekend was het weer Nationale Molenweekend. En dus waren op tientallen plaatsen in Midden-Limburg de meules te bezichtigen. In Heur was er een extra feestelijk weekend. De meule De Hoop bestaat namelijk 200 jaar. De meule De Hoop die we dan hier zien draaien, die bestaat 200 jaar. En dat 200 jaar hebben we gevonden dat we dat echt moeten gaan vieren. Dat hebben we gedaan door een heel feestweekend. Samen met alle verenigingen hier in de buurt is dit georganiseerd. Onderhangen de Meulenput, wat er heel veel aan gedaan heeft. Maar ook een aantal jongens die zich echt de mouwen opgestruipt hebben om een grote tentfeest te houden. De Meulenstichting in Leudal kreeg hulp van een aantal verenigingen uit het dorp. En ook de buurtvereniging werden bij het feest betrokken. Het werden dus een eigen volksfeest. Vrijdag zijn we gestart met een disco voor de jeugd. De zaterdag na een officieel programma zijn we naar Kapelke gegaan. Nee, Kapelke onder de Linjeboom, dat is een openluchtmis geweest. Vandaag staan we hier weer op de weg, maar dan met een groot straatontbijt, ook weer georganiseerd door de Meulenput, waar 140 mensen aanwezig zijn. Ook aan de jongere gasten was gedacht. Die kruimkes die erbij staan is alles om het een beetje vrolijker te maken. Eén plek door weer wat spulletjes van alle zongerdaken van Vermeulen. We hebben verkocht een aantal kruimkes. Door weer de kinderen vermaakt, maar alles om het totaal een gezelliger beeldje geven. Ja. Hey. Vertel eens even, wat best aan het maken? Een stoel van de Tweede Kamer. Ja. Is dat veel werk? Nee, maar dat is heel plakkerig. Nou, hoe wil ze dat doen? Hoe best van? Groot feest dus in Heur. Maar ja, 200 jaar meulen, dat is natuurlijk niet niks. De Heemkundevereniging heeft een boek wat een 40 jaar geleden geschreven is. Dat hebben ze helemaal up-to-date gemaakt. We hebben de laatste 40 jaar hebben ze erbij geschreven. Een mooi boek. En dat is afgelopen woensdag is daar de eerste boek is overhandigd aan de voorzitter van de Molenstichting Limburg. De meulen werd gebruikt voor graan te malen, zoals de meeste meulen dus, hier in de regio. De meulen staat op deze plaats 200 jaar. Het is een zeer bijzondere meulen wat betreft de bouw. Het is een houten 16-kanter. In Europa zijn er geen van. Zover mijn kennis is het de enigste in de wereld zelfs. De bedoeling is dat er nu eerder week geopend is op vaste tijden. Dus dat mensen die interesse hebben de meulen kunnen bezoeken. Dus ook rondleidingen kunnen krijgen. In de toekomst is het de bedoeling af en toe ook malen. Dus dat we de meulen weer gaan gebruiken zoals het vroeger was. We maken er toch iets leuks van, maar dat is natuurlijk niet altijd geweest. Vroeger was het bittere noodzaak en denk ook voor sommige mulders een grote armoed om te proberen de kosten te verdienen. Dus wel de bedoeling om door in elk geval een beetje te proberen te laten zien wie dat ze het vroeger deden. De meule is twee keer gerestaureerd en dat is gekomen omdat vroeger wie zijn functie was, die functie is op een gegeven moment is dat verminderd door moderne uitvindingen als elektromotoren en ook natuurlijk dieselmotoren. Er zijn fabrieken gekomen die het meul zijn gaan maken. Dus de economische waarde, functie is verdwenen. De jaren zijn ze niet gebruikt, toen is op een gegeven moment begin de 60er jaren van de vorige eeuw. Is de monumentenwet gekomen en toen zijn heel veel meulens opgekocht door gemeentes en door stichtingen. Ze zijn gerestaureerd, maar nu is er weinig met gedaan. Zijn ze weer in verval geraakt, hebben ze weer moeten restaureren. En nu zijn ze dus veel mensen zijn er dus nu van doordrongen dat ze een muil dus constant moeten omgooien. Anders dan binnen een paar jaar is het vervallen en dan moet het weer gerestaureerd worden.